Dit was mijn schema van afgelopen week. Nou, daarop staan dus allemaal therapieën. Die krijg je iedere keer in het begin van de week. En dan weet je wat je die week te doen staat. Nou, in eerste instantie leek het erop dat ik vandaag niks had. Het is vandaag vrijdag. Maar op het laatste moment kan dus blijkbaar nog weer heel veel veranderen. Want uiteindelijk had ik vandaag toch nog 3 therapieën. Eigenlijk ben ik nog niet echt vooruit gegaan, maar dat had ik natuurlijk ook niet verwacht. Dit is meer zo'n fase waarin je gaat kijken wat ik allemaal kan en wat we nou uiteindelijk willen bereiken en van waaraf we kunnen beginnen. Tot nu toe veel op de home trainer gezeten, geroeid, gewoon al die fitnessapparaten. Verder een looptest gedaan. Moest ik 6 minuten achter elkaar lopen, nou dat viel behoorlijk tegen. Ik dacht, dat kan ik makkelijk, maar na een minuut ging het toch wel slecht lopen. Toen dacht ik, goh. Maar dat komt omdat je normaal eigenlijk tussendoor stopt. En dat doe je nu niet. En daardoor is het zo zwaar. Toen heb ik verder gedaan, veel ergotherapie gehad. Ik moest een keer een ei bakken. Nou, toen dacht ik, dat kan ik toch wel een ei bakken. Maar goed. Uiteindelijk ging het dus om hoe ik draai. Of ik eerst met mijn voeten draai of met mijn hoofd. En hoe ik buk en hoe ik beweeg. Nou ja, in principe beweeg ik goed, zei ze. Verder bleek dat ik veel spierspanning in mijn linker onderarm had. En ik moest met links dus ook allemaal testjes doen. Ik heb nog op de Wii gespeeld. En dus ik heb ook allemaal spelletjes mogen doen. En ik had vandaag een hele interessante fysio. Want ik moest heel veel met evenwicht doen. Dus ik moest op een bal gaan staan. En dat deed ik ook zonder nekband. Dus dan kon je heel goed zien wanneer het wel goed ging en wanneer niet. En ik moest bijvoorbeeld een hele grote bal tillen. Maar als ik die normaal ging tillen, ging mijn hoofd naar achter. Maar als ik die dan ging bijna dezelfde manier ging tillen, maar dan een beetje naar voren gebukt, dan ging het wel goed. Nou ja, dat soort dingen zijn natuurlijk voor mij heel interessant. Nu lijkt het zo van je kan dit of je kan dit niet. Maar het is voor mij wel leuk als ik iets bijvoorbeeld wat ik nu niet kan, straks wel kan. Maar door het net op een iets andere manier te doen. Nou, dus ik hoop dat ik veel meer van dat soort therapieën krijg zoals vandaag. Ook nog haptonomie gehad, maar alleen mijn intake dus. Dat weet ik nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar ik ga zo meteen weer naar mijn volgende therapieën. Dus ik ga maar weer stoppen met mijn boodschap. Ik vind het leuk dat jullie me volgen. Ik heb inmiddels ook al verschillende kaartjes gehad. Dus mijn bord begint... een beetje voller te raken, kijk maar.